Goedendag, beste kijkers. Ach, goeiemorgen, want het is morgen. Hoort dan misschien een beetje naar mijn stem. Het is waar. Ik heb te laat geslapen. Ik heb me pas om 9 uur opgestaan. Ik raakte er niet uit. Dan bleef ik er maar in. Dus, ik ben aan het nieuw begonnen. Ik heb jullie daar nog niet bij betrokken, maar dat ga ik nu doen. Ik heb een boomstam doorgezaagd en een holk ingeboord. Hier ook. Waar is het? Ah, hier, ja. Ik heb die vernist. Ik heb die doorgezaagd op de lintzaag. Ja. Ik heb eindelijk een houten lintzaag, want de lintzaag dat ik had bij het machine was een metaal lintzaag, maar goed. Dat is de andere helft van deze helft. En dan zie je, dan heb je een boomstropje. Wat ga ik daarmee maken? Ik ga daarmee een lamp maken. We hebben nog een IKEA-lamp. Dat is goed voor 2 jaar. En dat is zo'n staande, stijf pootje en zo'n dikke hoekel van een spot. Zo weet je. Nee, je weet dat niet. Oké. Goed, dus wat heb ik gemaakt? Ik ga mij een lamp maken voor tegen de muur te hangen. Maar weer iets speciaals. En daarvoor heb ik een kader gemaakt. Dat is de kader dat ik gemaakt heb. En hierin komt een wit paneel. En dat heb ik hier al gemaakt. Dat is dat wit paneel. Teflon. Een stukje dat ik zo een keer over had. En daar heb ik... Oei, het plakt al van alles op. En daar heb ik sleuven in gemaakt. Hier vanachter ga ik ledverlichting insteken. Dan schuint dat zo een beetje erdoor, zo een beetje speciaal. Zo. Dat past in die kader. En dan ga ik dat stukje hout hier er zo op zetten. Daar een lamp in monteren. En daar komt zo'n speciale mooie lamp in. Zoiets, een LED, Light Emitting Diode lamp. Mooi, ik heb al geprobeerd. Wat ik vandaag nog moet doen, dat is een gaatje boren, die een houtblok daarop vastlijmen, maar ik heb hem gevoeld. Het plakt nog een beetje van de vernis, dus ik ga er wel moeten uitboren en te zien hoe ik dat ga doen. En aan die kader ga ik toch nog een molurke proberen te frezen. Met de bovenfrees, gewoon met de hand zo. En dan gaan we zien wat dat geeft. Dat plakt. Dat is van de vernis. Het is veel werk is niet meer, maar het is toch... En dan nog wat opschuren, hè, want dat moet ook doen. Dat moet allemaal. Ten andere, die plaat past er niet helemaal. Je moet er nog wat bijsteken met de beitel. Dus... Dat gaan we doen zelfs. Allee, ik. Of ga je hem moeten willen komen helpen? Dacht het niet. Nou, ik zal het wel alleen doen dan. Goed. Zet ik hem even af en dan zet ik hem zelfs terug op. Zo, het is iets van niks. En ik weet wat dat is. Niks. Oké. Inderdaad. Dat was dan niks. Tweede. Gleufjes erin. Ik zou langs deze kant nog een molurke willen maken, maar een kleintje. Waarom? Ik zou het modern met oude techniek willen houden. Kijk goed, dat gaat wel eens goed zijn. Zo. Bepaalde. De lamp daarin. Verlichting van achter.
past niet. Ik had hem terug aangezet, terwijl ik hem moest uitzetten. Ja, ik zie dat niet goed. Ik heb slechte ogen. Tot zo'n keer. Voor te zien of dat... Want ik heb zo een beeldscherpje naast mijn camera. En dan zie ik wat er gebeurt. Want anders zie ik niet wat er gebeurt. En ik kan het opnemen en misschien zit ik niet in beeld of zo. Maar eigenlijk zie ik niks. Ik ga met een bril moeten aandoen. Natuurlijk, als je aan het werken bent, dan moet je ook opruimen. Proper maken. En dat ga ik nu doen. En ik ga al beginnen met te zoeken naar mijn borstel. Dan kunnen we verder. Met de designe. Een designe lamp. Mensen. Kent u dat? Nee? Designe lamp. Natuurlijk is dat niet designe. Dat is niet designe, dat is design. Design. Voor te zeggen, iets anders dan dat het gewoon is. Niks, eerlijk gezegd, voor mij is niks speciaal, maar je moet er je verstand bij houden. Je moet weten wat je moet doen. En je moet iets willen doen. Of iets willen maken dat nog niet gemaakt geweest is, zijnde hebben. Amai, ik zie een kikker. Ah ja, oké, je ziet mij dus. Ik weet niet of je mij gaat horen, maar ik ga dat wel bewerken met de... met wat? Ah ja. Het bewerkingsprogramma, een editor voor video, dus dat moet eraf. Dat is een geleider, oei, een geleider. Dat is een geleider, als je moet recht frezen, en dan nog. Want aan het frezen gisteren, en je gaat dat zien, ga je dat van kort bij laten zien, hè. Dat zie je dat ook. Ineens, ik zeg het hier maar ineens, zojong, zie je, dat sleurt dat daarin. Ik was daar niet van op de hoogte, want ik heb er nog maar juist eens een keer geschaafd en een keer gezaagd. Zagen ook met de radiaalzaag, dat trekt zich in de teflon. Dus, oké, mijn kat is grimpjes. Wat gaan we nu doen? We gaan hier een moeilijke rondvrezen. Ik ga de camera weer iets korter bijzetten, want anders gaat het weer niet zien. Dan ga ik dat hier zo zetten. En een balk gebruiken als geleider. Dat is van dezelfde hoogte, want anders hebben we dikke problemen. Maar, ik heb nog een probleem. Mijn tafel is niet vlak. Dus... Dat is één. Gaan we weer vastzetten. Deze zetten we aan de buitenkant vast. Oké. Ik zie wel plank plat zetten, want die heeft een beetje gewerkt. Die in een balk. Dat is niet goed, hè. Ik kan het dan weer van in oren afmaken. Die maken van in oren. Een gans. Farmbeesten, hè. Ik moet zeggen, het is eigenlijk... Ik had niet verwacht dat een gans... Zo'n... Ja. Een gemakkelijk beest was. Dat maakt hij juist. Uw hof.
goeie wakkers, hè. De D's vallen niet aan. Niet ons, niet iemand anders. Waarschijnlijk zijn dat weer broekscheiters. Als wakkers, maar ze maken lawaai. Als ze lawaai maken, dan weet ik. Ah, kan wel nooit buiten. S'nachts dan, hè. Dat is dan s'nachts altijd. S'nachts als ze lawaai maken, dan weten dat er iets scheelt. Nu al een paar inbrekers gehad. Alleen nu bij ons, in de buurt hier. Bij ons is niks te halen. Tenzij ze in mijn atelier komen. Dan ben ik gezien. Dan kan ik terug. Zoals vroeger werken. Met de schaaf. Vroeger maakten ze zo een molleur. Met een schaaf. Een schaaf zien? Ik ga niet een schaaf halen. Hier. Dat is een schaaf. Want dat is een molleuren schaaf. Zie je? Dat is de vorm dat je overbrengt op je hout. En dat wordt afgeschaafd met een hele scherpe bijtel. Geschaafd, geschaafd en je blijft maar schaafd totdat je gedaan hebt. Want dat is toch vanzelf, want je hebt hier, dat is even stop. Dat is de vorm van je molleur. Je bijtel heeft dat ook. Je schaaft totdat je er bent, je hebt hier een aanstoot. Dat is een aanstoot. En dat is je profiel, je hebt een bijtel. Het wordt vastgezet met een spie. Ja, en dat is travak, hè. Dat bent tot deze. De keuken is maar beperkt tot een aantal molurkes. Tuurlijk heb ik op mijn combiné wel iets meer. Gelukkig maar. Het was er allemaal bij toen ik het kocht. En content van, echt waar. Goed, dan gaan we dat frezen. Dat is de frees. Ik moet de frees eerst op diepte zetten. En dan pak ik niks voor. Ik zet dat gewoon op diepte zo, op het oog. Zoiets. Supla. Zo. Het molleur is getrokken en trekt ook niet verder meer. Wat denk je ervan? Dat is niet wat dat moest zijn, hè. C'est la vie, ja. Misschien beter het molleur. Anders getrokken. Oké. Dus, wat moet ik hier allemaal doen? Want ik ben er nog niet vanaf. Er zit zo'n transfering voor in stopcontact te steken. Maar ik wil maar één kabel. Vermis dat die dikke lamp 22 volt is. Dat is een transfer. Die komt eruit, stel je voor. Komt eruit met in stopcontact. Maar hier kan ik geen 220 volt opzetten. Want die kabel, dat is geen 220 volt, dat is maar, wat staat erop? Dat is maar 12 volt gelijkstroom. Ons lichtnet heeft 60 hertz wisselstroom. Plus min, plus min, plus min. 60 hertz. Dus 60.000 keren in een minuut. Plus min, plus min. En dat zit voor deze, voor alle ledverlichting, moet je dat gelijk stroom maken. Moet je dat gelijk richten. Dus daar heb je een plus en een min aan.
en die verwisselt niet. Ons lichtnet, onze elektriciteit uit stopcontact, dat wisselt. En deze niet. Dus wat moet ik doen? Ik moet zorgen dat ik dat open doe. Dat ik daar een draad aan soldeer, zodanig dat ik die aan de spanningskabel kan solderen die hier uitkomt. Enkel de spanningskabel. En dan voegen we dat daar achter op een manier. Wel wat plaats in om dat hier ergens in te monteren. Ik denk dat ik misschien nog wel een gleufje ga frezen om daar een plaatje in te steken. Ik weet het niet. Ik denk dat dat niet slecht gaat zijn. Maar dan zit ik weer al 5 mm dieper. Dus heb ik weer al minder spatie om. Nu, dat zit niet veel in. Hè. Dat is de moeite niet om over te spreken. Als ik het kapot doe, ja, want jij gaat denken, oh, maar goed, moet dat wel kapot doen. Ja, ik ga dat kapot doen. Ik ben bezig. Kan geen kwaad, als ik niet in mijn handen steek. Zolang dat je maar de print niet kapot doet, want dat zit wel goed vast. Hè. Verdorie. Ik heb zo van alles over gedaan. Ik heb al veel kapot gedaan, hè? Want anders gaat het toch niet leren. Nu, eerlijk gezegd, nu vinden we alles op het internet, maar in die tijd was het trek je plan, moet je iets kunnen, moet je maar je plan trekken. Hè. En ik ben zo willen, hè. Ik trek dan ook mijn plan. Het is bijna open. Voilà. Ik moet nog een keer aan trekken. Dat steekt daarin. Nee, een stuk ervan. Maar dat stond stof weer. Dat zit daarin. Dat is transfokken. Ben ik wel zeker? Ja, transfokken. Ah, maar dat is een dingenschakeling, hè. Ja, daar weet ik niet veel van. We moeten een keer goed kijken. Ik zie het niet, joh. Ik zie het altijd worden. In elk geval, een gelijkrichter, het is maar een gewoonte. Ik denk dat het een digitaal gestuurde is. En kijk, hier hè, hebben we de draadjes aan van de pinnetjes. Heel simpel, die zet ik bij op de kabel die ik erdoor ga jagen. En dat is, uw dingen moet ik ook weer inkorten en zien dat het erin past. En aangezien dat dat niet dikken is, gaat het daar weer ingaan. Ik ga het eens omdraaien om het eens een keer te testen. Dat gaat daar gemakkelijk ingaan, maar ik kan er een plaat opzetten, maar niet infrezen. Dat komt een andere gelijk met de oppervlakte. Dus gaan we er een plaat gewoon opzetten. Het hangt toch tegen de muur, je ziet dat toch niet. En dan hangt een klein beetje van de muur af. Misschien toch beter voelen. Weet je, dat brengt het zo van naar voren. Ja. Zo. Uiteindelijk heb ik die lichtsensor er maar tussenuit gelaten. Die stond op 5 volt. En de spanning voor de LED's was 12 volt. Dan moet ik weer al gaan. Foufelaré. Dus ik ben hier nu begonnen met mijn bekabeling. Alles steekt er al in. Oh, zie je, dat zijn de leds. De lamp is aan de andere kant. Heb ik de dout ook al vastgemaakt. Zie je hem eronder hangen. Dus ja. Nu nog vastmaken. En dan is het tijd. Is het goed voor op te hangen. Ik ga dat hier gewoon met siliconen op vastplakken. Hè, en dan kunnen we hem aan de muur hangen. Hier zo ergens. Goed hè? Ja, oké. Komt in orde. Zo, ik heb ze allemaal gehangen. Je hebt ook licht. Ik kan die ook uitzetten. Ik kan af ook 1, 2, 6 hazen. Wat is het? Een beetje kaal, maar ik weet niet of dat... Ik denk dat ik er nog wel iets ga
Maar nu niet. Morgen.